dag. De meisjes maken stijve paffeljotjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om 5 uur 's morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spaartjord en pa die zegt ja, goed verkeer. Zandvoort. Mama zegt dat er man een oude zijzerslijmer is. En dan roept zij uit, nou kind, de zee is hier zo fris. Ze plast en deelt met brede zwier haar vaaier op van mond. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. We gaan naar zand. Ja, goedemiddag dames en heren, luisteraars in Zandvoort, de regio en ver daarbuiten tot in het verre buitenland wordt er op dit moment meegeluisterd naar het programma ZFM Oud Zandvoort. En ik zie daar tot mijn grote gelukheid Daan Leffers achter de knoppen staan, techniek. Daan, hele goedemiddag Pieter. Fijn dat je er bent Daan. Gezellig, hè? Heb je leuke muziek? Ja, ik heb leuke muziek bij me. Goed zo, dat goed hoor je zo. Straks allemaal. Heel goed. Lekker praten. Beste mensen, luisteraars, laten we beginnen met een groetje te doen aan Harry van Deursen. Die komt volgende week hier. Die zit nu in Heemstede aandachtig te luisteren naar wat er gezegd gaat worden. Want zijn goede vriend, zijn hele goede vriend Henk Dorsman zit tegenover me. En Zandvoerders Henk Dorsman tegenover me. Dat is heel bijzonder, want het is een man die nooit zo op de voorgrond treedt. Totdat hij driftig wordt. Een fanatieke speler, bijvoorbeeld bij het volleybal. Nou, dat hebben de tegenstanders geweten, ook de scheidsrechter. Heb je wel eens een gele kaart gehad? Dat weet je niet meer. Maar je geeft wel toe, Henk, dat je driftig was in het veld. Ik ben er wel eens door de trainer uitgehaald. Dat bedoel ik. Je was geen aangename speler. Je was fanatiek. Nee, maar we wonnen wel veel. Ja. Goed, mensen, Henk Dorsman tegenover. Dat betekent dat we natuurlijk gaan praten over zijn vader. Want we weten allemaal de smederij Dorsman in dat pandje in de achterom. Dat mooie oude pandje wat mooi gerestaureerd is. En waar architect Wagenaar heel lang in gewoond heeft. Met nog steeds die steen in het voortuintje. Waar de wielen werden neergelegd om te bespannen. Om het zo maar te zeggen. En de schuur van Dorsman, nou, dat weet ook iedereen. Laten we beginnen met jouw vader, Henk. Wat kan je over hem vertellen? Hoe was die? Ja, het was in principe een vrij rustige man. En voor een hoop mensen een hele lieve man eigenlijk. Behulpzaam. Hoe leerde hij het vak van smid? Want was opa ook smid? Ik denk via opa, ja. Omdat hij ook smid was. Ja. Hij heeft er later in Haarlem nog een cursus sierwerk, hekwerk bijgedaan. En jullie leefden, jij ook, in dat pandje van de smederij? Nee, ik niet. Jij niet? Nee. Dus dat was, waar ben jij dan geboren? In de Oosterstraat. En daar heb je je hele leven gewoond? Ja. En dus niet bij je vader? Je vader die leefde er ook? Of wat dat pandje was alleen maar gebruikt voor de smederij, niet als woning? Ja, en daar woonde vroeger dus... Nee, vroeger woonde daar dus opa met zijn kinderen. Ja. Dus dat waren 4 broers en één zuster. En... Je zegt, je vader had broers en zuster. Zijn die allemaal de smederij ingegaan of hebben die andere vakken geleerd? Nee, alleen ome Jan die heeft in de smederij gewerkt en mijn vader dan. En ome Willem die is aannemer geworden. Ome Ab die heeft nog een tijd, die was schilder en die heeft nog een tijdje een sigarenwinkel op de Kerkstraat gehad. En er is ook nog een oom die in de duinen heel lang in een woning heeft gewoond.
om daar de schatten van de regering te bewaken in een ondergrondse bunker. Ja, dat was oma Willem. Dat is ook een leven. Ben je er ooit wel eens geweest bij oma Willem in dat huisje? Nee, dat huisje heb ik nooit gekend. Ja, ik heb een foto van een huisje. En daar staat de familie Dorsman voor een huis in het Museumduin. Bunkers waar allerlei bezittingen in staan. Met 5 meter zand er nu bovenop. Ik ben benieuwd of die bezittingen nog in zitten. Nee, die zullen wel uit zijn. Ja. Maar die deur van die bunker waar die schilderijen in gestaan hebben... Ja? Die heb ik wel eens gezien. Oké. Okay. Dus in feite zou dat huisje ook niet meer bestaan, denk je? Nee, dat was zoals ik op die foto oorlog. Was allemaal van hout en dat zal wel allemaal vergaan zijn. Ja, ja. En wat kan je je verder herinneren over je vader? Want je hebt daar leuke anekdotes mee meegemaakt. Niet alleen het werk, maar je bent ook op het strand en de duinen met hem op pad geweest. We waren eigenlijk altijd avontuurlijke dingen aan het doen. En dat was op een gegeven moment houtjutten. En dat was vissen met garnalennet. Of met beugjes en met de hengel in het begin. En in de duinen gingen we mee verzand drijven in het najaar. Ja, en zo was er altijd wel iets leuks te doen. Hij heeft ook nog in een bootje op de zee gezeten. Ja. Voor Bad Zuid. Toen hij een jaar of 30 was, denk ik. Toen was hij... Bij het oude Bad Zuid was hij badmeester. Oftewel, dan wilde hij ons vroeger leren zwemmen... maar dat hadden we helemaal geen zin in. Dat deden we gewoon niet. En dan gingen we zelf... Kan je nu zwemmen? Ja. En dan gingen we zelf naar Riesbad. En van het pierenbadje gingen we... op een gegeven moment, na veel oefenen... gingen we van de ene hoek in het grote bad... naar de andere hoek duiken en steeds verder. En zo leerden we zwemmen en... Ja, en in die tijd was bijvoorbeeld Van Hensbergen was daar nog de beheerder. En de badmeester. En daar reden we wel eens mee in zijn oude VW-Porsche die je toen had. Als we naar huis gingen. Heerlijk. Dus zo heb je leren zwemmen. Maar ben je wel eens bij Bad Zuid ook in die boot gestapt? Of hoe was jouw vader ten aanzien van drinkelingen die opeens aan dat bootje gingen hangen? Want ja, dan slaat je bootje om. Ja, nou ja, dan waren ze natuurlijk niet zo moeilijk in. Als ze dan bang waren dat het bootje omsloeg... of dat ze zagen dat die mensen te veel in paniek waren. Hij ging altijd in een muitje liggen. Dan wachten ze op in de mei, wachten ze eventueel op drenkelingen. Want dan kwamen ze vanzelf naar ze toe. Dan gingen ze op anker liggen daar. En als ze te paniekerig waren, dan gaven ze een map met de roeispaan of zo. En dan was je makkelijker naar binnen te halen. Dan konden ze wat makkelijker naar binnen halen. Oftewel, dat moet je tegenwoordig niet meer doen, want dan heb je denk ik een probleem. Je bent ook met je vader, ging je de duinen in? Je zei net al verzand te drijven. Ja. Alleen drijven, dat deed je ook niet? Nee, ook zelf vangen natuurlijk, want ja. Ik had een overbuurman, die was echt een beroepstroper. Wie? Wie was dat? Ja, dat kan ik nu wel zeggen. Dat was Henk Draaier. Ja. Oftewel Henk de Leugenaar. Ja. Dan weet iedereen gelijk waar het over gaat. Misschien zit Henk ook wel te luisteren. Ja, en dan krijg je ook wel dingen van mij natuurlijk. Heb je het vak van geleerd? Nee, dat keken we zelf al af. Strikje maken? Dat... Dus we gingen Kees Almacht erna en weet ik veel wat. Ja. Dan haalden we bij Kees weer zijn strikken leeg. Was hij ook niet blij mee. Het is oorlog in de duinen. Ja. Hoe oud was je dat je eerste verzandje ving met een strik? Ja, dan was ik 11 jaar. Nou. Oftewel, dat kun je eigenlijk geen begrip meer voor hebben. 11 jaar, wat is 11 jaar? Ja. Oh, ja. En dan kon je met een dode verzand thuis en dan? Je moet hem wel schoonmaken. En dan mocht ik daar nu natuurlijk niet bij thuiskomen, maar bij opa wel. Want die zei, laat niet alles zitten verkwarlen, zeg. Dus daar ging je naar opa toe? In ieder geval, dat was niet tegen een dove gezegd. Dus dan ging ik met die verzand naar opa. En dan werden ze daar gebraden en geplukt. En dan zaten we daar lekker van de schrans. En niets tegen je ouders zeggen? Nee. Ik weet eigenlijk niet of ze dat ooit gehoord hebben. Nee. Zal wel, maar... We gaan weer even terug naar je vader. Die zat daar dus in de smederij. Aan het mooie pandje, zeg maar nog steeds van Wagenaar. En dan heb je tegenover die schuur van Dorsman. Mm-hmm. Zo wordt het genoemd, de schuur van Dorsman. Ja. Houten planken, allemaal van de strandjutterij. Ja.
En wat gebeurde daar in die schuur? Daar stonden paardenwagens? Er lag voorraad ijzer en hij heeft daar in het begin ook paarden beslagen. Maar toen heeft hij een paar keer of een keer een flinke trap gehad. En toen was hij daar klaar mee. Geen paard. Toen had hij geen zin meer in die paarden. Dus het was altijd opslag? Ja, ja. Want als ik naar recent kijk, er wordt altijd gepraat over de schuur van Dorsman. Van er moet iets anders. Maar het is wel een authentiek gebouwtje. Hè? Ja, absoluut. Heel bijzonder. Ja. Ja, en wat we daar precies mee moeten, daar ben ik nog niet echt uit. Maar op een gegeven moment heb ik het aan de gemeente aangeboden om dat om te ruilen voor grond in Noord eventueel. Maar ja, dat duurt ook 100 jaar. Ja. Oftewel... Dat maak je niet meer mee. Ik ben bang dat ik... nou ja, misschien wel, maar dan moeten er wel weer andere dingen geregeld worden in ieder geval. Maar even, we gaan weer naar je vader toe. Die is daar druk bezig met zijn... Had hij ook medewerkers met zijn smederij? Nee. Hij deed allemaal in zijn uppie? Ja. En in de zomer dan... dat ik op een gegeven moment de jaren 15 was zo in die leeftijd. Dan hielp ik hem dan mee. Omdat het dan de drukste tijd was met schoorstenen vegen. En dat vond hij eigenlijk wel lekker. Want dan had hij een persoon naast zich. Ja, maar die dan ook goed kende, zeg maar. Want dat was ook best een eindselkenger wat dat betreft. We komen er zo op terug, we gaan even naar de muziek.
Ja, luisteraars, we zijn in gesprek met Henk Dorsman. En heeft u vragen, u kunt bellen 023 57 30 393. Dus heeft u vragen aan Henk, bel dan even naar de studio, komt rechtstreeks in de uitzending 57 30 393. U hoorde de New Orleans Single Peters met Hey Look Me Over. En we gaan weer verder praten met Henk. Henk, we eindigden het vorige blokje dat jij je vader moest helpen met schoorsteenvegen. Nou waren er heel wat concurrenten hier in Zandvoort. Maar je vader die had een claim bij alle EMM-woningen. Dus hij had werk zat. Die had werk genoeg, want die was niet die was qua prijs was hij ook heel erg... Wat vroeg hij? Iets van 2,25 gulden. En jij zei, dat is te goedkoop. En toen zei ik op een gegeven moment, nou, opgeschoten jongen, 15, 16, nou, dat is veel te goedkoop, want bij jou moppert er nooit iemand, dus dat is niet goed. Nee. En toen heeft hij het een paar kwartjes duurder gemaakt. En toen begon er hier en daar één te mopperen, maar die mensen waren toch even goed wel hartstikke tevreden, hoe hij dat altijd deed natuurlijk, of wij. En toen had hij toch een paar gulden meer op een dag in zijn zak. Maar het was geen rijkdom? Het was absoluut geen rijkdom, nee. Maar door de massa verdiende hij toch goed. Hoe was de taakverdeling? Stond jij boven op het dak als jongen en hij beneden? Dat is inderdaad het leuke van het verhaal eigenlijk. Hij had meer lef dan ik. Wat dat betreft, want als we boven op de flat stonden in Noord, dan heb je die drie flats waar de voetbalveld 3-4 heb gehad. En dan liep je zo naar het randje van die flat. Maar als ik dan een paar meter van de rand af was, dan begon ik al heel voorzichtig te worden. Dus jij bleef beneden? En ik was wel eens boven, maar een stuk voorzichtiger dan hij. Maar ja, ik heb hem ook wel eens... dat ik naast hem stond op het dak met windkracht 7 of zo. Want dan had hij in zijn ene hand had hij een sigaar. En dan met die andere hand stond hij dan die schoorsteen te vegen. Dus hij stond helemaal los en dan was er een rukwind. En toen moest ik hem ineens bij zijn kraag grijpen. Want anders had hij naar beneden gedonderd. Hè? Maar vaak stond jij beneden in de kamers om te kijken of het goed ging? En meestal, als we een hele straat deden achter elkaar, dan bleef ik beneden praktisch. Alleen maar. En dan haalde ik de roet uit de schoorstenen en de kachels weer aansluiten. En dat het in serie een beetje afgehandeld kon worden. Ging het ook wel eens fout? Ja, bij een enkeling die dan dacht van, nou ja, ik doe die schoorsteen één keer in de 5 jaar. En dat de kachel misschien niet helemaal zuiver gebrand heeft. En dan kan ik een keer herinneren dat daar gegeven moment een oliekachel, dat we moesten de schoorsteen moesten doen. Maar ja, normaal paste de roet wel in die zakpijp erachter. Maar in dit geval lukte dat blijkbaar niet meer, want die pijp die kwam ervoor vandaan. En toen poorde ik in dat gat en toen kwam er nog een lading roet naar beneden zetten. Oftewel, er is niks gemeen als een olieroet. Die hele kamer, er lag overal olieroet door op de schilderij en op de bank en noem het maar op. En wat zeg je dan? Wat ik gezegd heb, weet ik niet meer. Maar ik denk dat we zo ongeveer in ons broek stonden te piezen. En dat voor twee... die krijgt zijn straf eigenlijk. En dat voor €2,25? Ja, die... 2,25 gulden. Dat waren misschien op dat moment enkele schoorstenen. Het was geloof ik in de Oosterparkstraat ergens. Dus die waren dan wat duurder. Want ja, de gewone mensen die betaalden een lagere prijs dan de dokter natuurlijk. Want ja, die had toch centjes zat. En op die manier dacht mijn vader heel sociaal mee met mensen die het niet zo breed hadden. Heb je ooit gezien dat de wielen, want ja, die steen die ligt erin bij dat huis, dat de wielen werden bespannen met een stalen band? Nee. Dat is voor jouw tijd geweest? Ja, want het ging nog om die houten karrewielen. Ja, dat heb ik niet meer meegemaakt. Nee. Maar ik weet wel dat van vertellen, dan maakten ze zo'n spanijzer wat er omheen zat. Ja. Of omheen moest eigenlijk. Dat maakten ze eerst heet in het vuur. En dat werd dan om dat houten wiel geslagen op die grote molensteen is het. En daar zie je ook nog een hele rand in zitten van het slaan. En dan zat er een putje bij de deur en dat hadden ze vol met water gegooid. En dan lieten ze hem daarin afkoelen en dan kromp die ijzerband dat hele wiel goed vast.
Ja, het is geweldig dat dat bestaand nog steeds bewaard is gebleven. Ja. Ja. Want met alle excursies door Zandvoort, iedereen wordt al langs geleid om het huisje te bekijken en die steen te bekijken. Ja. Ik dacht dat ze hem wel eens hebben willen nemen of dit of dat. En toen hebben wij gezegd, nee. Die steen, dat historie, die blijft bestaan. Ja. En Wagenaar was daar natuurlijk ook gek mee. Ja. Dat soort dingen vond hij prachtig. Tot hoe lang is jouw vader bezig geweest als smid? Tot 65. Ja, tot zijn AOW. Toen is hij gestopt? Toen is hij gestopt. En jij wilde het niet overnemen? Nee. Waarom niet? Omdat je er misschien iets te rijk van werd. Zegt hij lachend. Maar je zag het niet zitten? Nee, ik had daar ik had andere ideeën, ja. In ieder geval nog niet echt om daar vast alleen maar een smederij te bestieren. Wat ben je toen gaan doen? In die tijd ben ik op de vliegtuigbouwschool geweest in Antonie Fokkerschool in Den Haag. En was ik een jaar of 17, iedere dag heen en weer naar Den Haag. En dat ging op zich wel goed, maar dan had ik daar jongens in mijn klas zitten, die waren al 21. En toen gingen de verhalen van, nou, als je hier klaar bent, dan verdien je 80 gulden in de week. Dan dacht ik, nou, dat verdient een stratenmaker nu ook. Waar ga ik nog, waar ben ik nog voor verder aan het studeren? Want ik had eigenlijk altijd willen worden, al met dat ik heel klein was, 8, 9 jaar, keek ik in die lucht naar die vliegtuigen. En dan had ik eigenlijk boordwerktuigkundige willen worden. Maar ja, van je ouders kon je natuurlijk weinig kennis verwachten om je daarin te helpen begeleiden. Want ja, die wisten daar totaal niks over. Dat is vandaag de dag heel anders. Vooral door het internet waarop je alles ook op kan zoeken. Oftewel, nu is dat nog veel nog beter geworden. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon daar weggebleven. En me overal laten hangen. Ik ben nooit meer terug geweest. Nou, zijn je ouders blij? Want ik dacht voor 18'tjes, ja, dan kan ik overal wel. Je ouders blij, daar komt Henk thuis en die zegt, ik ga niet meer naar Den Haag toe. Dat heb ik na een weekje verteld. Want ik durfde het nooit te vertellen natuurlijk. Daar waren ze niet blij mee. Nee, maar ja. Wat ben je gaan doen dan? Ze hebben er eigenlijk weinig over gezegd. Wat ben je gaan doen? Want ja, dan zit je thuis. En dan? Wat ben ik toen? 17 jaar? Ja. Dus ik zag mijn vader al een beetje met een af en toe met een bezorgd gezicht. Van wat moet er van die jongen terechtkomen? Ja. En toen ben ik gaan werken bij Conrad Stork in de Waardepolder. Eigenlijk meer een must van om het te bewijzen naar mijn ouders toe dan dat ik er zelf lol in had. Ik heb daar ruim 2 jaar in de voor- en nakalculatie gezeten. En ja, promotie en dingen wat ze dan allemaal beloven als je begint, dat kwam er ook niet van. Dus mijn ideeën die werden opgepakt door de baas, die werden doorgestuurd naar zijn baas weer. Oftewel, daar werd ik ook in misbruikt. Dus in al mijn eerlijkheid was het ook op een gegeven moment krijg te kleren. En ben ik daar ook weggebleven. Je bent echt een Zandvoorter. Ja. En wat toen? Toen had ik in die tijd vrienden. Die waren altijd in de auto's bezig en dit en dat. En, toen was het eigenlijk meer baas en dan kerk hoor. Ik heb nog een hoop onderdelen van MC'tjes liggen, MCB's. Die mag je wel overnemen. En dan ga je toch een beetje autootjes opknappen, dit en dat. Nou, toen ben ik dat gaan doen van de een op de andere dag. Dat heb ik dan een jaar of 10 gedaan, zeg maar. En er kwamen er veel jonge lui bij me op de stoep. En uit het hele land, uit Limburg, uit Delden. Dat ligt bij Hengelo, daar in de buurt. Leeuwarden, noem het maar op. Ze kwamen uit het hele land. Nou, en dat, daar had ik wel weer lol in. Totdat die dingen niet meer nieuw gemaakt werden, toen had ik daar weer geen zin meer in. Want als ik iets maakte, wilde ik ook graag dat het op zijn minst, dat was ik vanuit de smederij gewend, dat het een jaar of 10, 20 meeging. Het liefst een heel leven. Al met al. En toen kwam diezelfde vriend eigenlijk van, nee, er is een strandtent te kopen, is niks voor jou, want ik wil eerst ook een strandtent kopen. Ja, en elke Zandvoort droomt van een eigen strandtent.
En dat had ik met een jaar of 18 had ik ooit eens op strand geholpen. En toen had ik alles gezegd tegen Maris, nou, ik koop later een strandtent. En toen schrokken die mensen zich zo ongeveer dood. Van ja, dan heb je toch geld voor dit en dat. En als je het doet, ja, moet je met je familie doen, hè? Dan zei ik, ja, maar dan ga ik voor sparen, weet je wel. Al met al, ja, en toen kwam dat eigenlijk, ja, onverwachts toch op mijn pad. Welke strand? De oude strandtent van Jan Brandt, nummer 3. Ja. En dat... aan de Zuidboulevard. Dat heet Midden-Zuid. Dus niet Bad-Zuid, Midden-Zuid. Ja. En toen hebben wij dat later Calypso genoemd. En nu heet het Zuid. Maar ja, je begint ergens aan. En je kan het alleen maar redden als je hele familie meewerkt. Ja, dus van toiletjevrouw tot bediening en noem maar op. Ja, dus ik had al gauw kennissen en dit en dat. En die kwamen helpen. En vrienden en mijn zuster en mijn zwager. En ja, ga ze maar door. Moeder buiten toiletten, die was ook gelijk onderdak. Maar ja, dat soort dingen, ja. Maar Henk, dit is heel hard werken, hè? 6 uur 's morgens moet je er staan. Ja. En 's nachts kom je heel laat in je bedje. Ik heb enkele dagen gehad, dat is niet altijd geweest, maar dat ik om 2:30 mijn bed inging en dat ik om 4:15 weer op strand stond. Ja. Oftewel, toen heb ik alleen maar ongeveer 2 uur naar het plafond liggen staren. Omdat ik bang was dat ik in slaap viel. En dan ging je weer een dag weer door. Maar in ieder geval in de vakantietijd, als het mooi weer was, 130 uur in de week, die kon ik wel tellen. We gaan even naar de muziek, Henk. Ja. Friends don't pass you by, 'cause that's my home. All the folks say, how do you do? And I know they mean it too. Woo woo, I'm telling you, 'cause that's my home. I will always come back, no matter where I roam. A little shack to me is home, sweet home. Where streams and rivers flow, and the old city elm trees grow. I need not say no more, 'cause that's my home. I need not say no more, 'cause that's my home. Ja, en we zijn weer terug. Heerlijke muziek. Dit was een lekker nummertje van New Orleans Syncopators. En het is That's My Home. Ja, want we praten over het huis van Henk Dorsman die tegenover me zit. Heel interessant. Mensen die willen reageren, als je wilt reageren, luisteraars, bel dan 5730393 en u komt rechtstreeks in de uitzending en u kunt uw vragen aan Henk stellen. Henk, we waren op het strand gebleven. Jij begint een strandpaviljoen, strandtent, paviljoen 3. En ja, dat maakt een verandering in je leven, want de hele familie moest helpen. Je moeder, je zus. Kon je voldoende mensen krijgen in de bediening en dat soort zaken? Je had nog stoelenmannen. Ja, op een gegeven moment in het begin is dat nog wat moeilijker natuurlijk. Maar ja, met vrienden en familie en kennissen, ja, wisten we dat toch wel te redden. En als je pas begint, dan zie je alle fouten nog niet die je maakt natuurlijk. Maar de tweede jaar, zeg maar, hebben we dat heel hard aangepakt. En toen vloog de klanditie omhoog.
Ik heb nog nooit een strandpachter meegemaakt die miljonair is geworden. Nee. Je moet keihard werken voor die patiënten en dat in een korte periode. En dat zeiden mijn ouders ook altijd. Ja. Hebben ze gelijk gehad? Gedeeltelijk. Oh. Doordat ons bedrijf op een gegeven moment toch heel goed ging draaien, hebben wij daar zeer zeker een goede boterham in verdiend en niks te klagen. Maar ja, je werkte natuurlijk wel met z'n tweetjes, dus een dubbel salaris bij een baas. En dan met de uren die wij maakten, ja, dan had je ook wel goed verdiend uiteindelijk. Maar Henk, in jouw periode had je nog niet uitgebreide keukens met zoveel gerechten. Je mocht twee gangen eten maken, appelmoes met een biefstukje of zoiets, en meer ook niet. Ja, wij hadden toch al van het begin af aan hadden we een schnitzeltje en een biefstukje en ja. Maar het was niet de hoofdmoot? Nee, en een satéetje. Maar het was niet de hoofdmoot. Het waren stoelen, bedjes verhuren, ja, en lichtstoeltjes. En slepen. Had je nog mandstoelen? Ik had een paar van die kopie-mandstoelen van mijn hardboard gemaakt, zeg maar. En die hebben we nog heel lang gehad. Ja. Maar het was ploeteren. Ja, het was zwaar, maar... Heb je ook nare dingen meegemaakt op strand? Ja. Wel eens met mensen die lastig deden door... Wat zal ik zeggen? We zaten naast de Kemmelclub en daar kwam half Schalkwijk vroeger, die jongelui. En die konden wel eens de boel lopen te uit te dagen, zeg maar. Maar jij bent een Zandvoerter, je pakt je honkbalkluppel en je gaat er even naartoe. En dat hebben ze gauw afgeleerd. En toen was het gegeven moment, jongens, hier niet. Ja. Oftewel, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat ze naar beneden kwamen, wilden komen rennen met een man of 12. En dan sta je klaar? Ja, en dan zei ik, nou jongens, kan het niet meer 1 voor 1. Dan moet je even wachten, dan pak ik mijn schep. Dan hak ik jullie koppen eraf. En toen was het al van, jongens, niet hier hoor, want... Oftewel, hier krijg ik klappen. Wat voor leuke dingen heb je meegemaakt? Nou, dat waren uiteindelijk en nare dingen, maar ook weer leuke dingen natuurlijk. Het is een beetje gemixt. Ja, en de politie kon je daar toen de tijd toch ook eigenlijk wel altijd wel in steunen. Ja, maar je kende alle politieagenten van Zandvoort. Ja, zeker. Veel wel. In die tijd kenden ze allemaal. Ja. En dat was in onze jeugdjaren, als je iets verkeerd deed, dan zeiden ze, we gaan wel even met je vader praten. Nou, dan was het al genoeg. Dat hoefde niet eens. Oh. Ik reed een keer over de rotonde, ik noem maar wat. En dan liep daar aan de andere kant liep daar ome Jaap Mertens. Ja, we noemden hem ome Jaap. Ja. Want het was zo'n goede aardige vent en altijd redelijk. Nou, en je mocht daar niet fietsen. Dus op dat moment zei hij niks. Maar een dag of twee later kwam hij hem tegen. En dan zei hij, Henk, hier niet meer doen, hè? Nee, ome Jaap. Maar dan deed je het ook nooit meer. Nee. Uit respect naar die man toe, want je wilde die man ook niet belazeren. Nee. En ja, tegenwoordig. Dat mag niet meer, hè? We kennen de agenten niet meer. Nee, maar we mogen ze ook niet kennen. Nee. Want stel je voor. Ja. Dat is wel jammer, hoor. Dat is heel jammer, want ik denk, als dat nog wel zo het geval was, dat de problemen die de politie nu heeft een stuk minder zouden zijn. Ja. He, want als er vroeger voor mij in de Kerkstraat een knokpartij was met 20 Duitsers en er stonden 2 agenten die het niet meer aankonden, dan was het... Hey, moeten we even helpen? Ja. Ja, dat is goed. En dan werden die Duitsers wel... toch wel even goed op hun nummer gezet. Ja. En de politie was blij en wij hadden lol. Maar ja, dat was met mensen als Acquoy en Waardenburg en noem ze allemaal maar op. We kenden ze en ja, zij kenden ons. Maar in principe waren dat prima mensen. Ja. 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 Wat een tijd. Je staat op een strand en op een gegeven moment komt er een vriendin in je leven. Ja. Een meisje. Ja. Hoe kom je eraan? Ja, hoe kom je eraf? De radio staat nu aan, hè? Ja, ja. Je bent opa. Vertel even, hoe kom je aan je vrouw? Ja, op een gegeven moment bloeide het op. Ze werkte bij mij op strand al een de eerste zomer. We kregen verkering. Oftewel was het mijn baas met personeelslid. Maar zij was eigenlijk bij mij op strand komen helpen door een Jan Frans die op een gegeven moment zei van... joh, Henk, ik heb personeel nodig, kun jij hem niet komen helpen of zo? In ieder geval uit die richting, want
Of van Ed, dat weet ik niet meer. Want de vrouw van Ed Fransen, Aatje, dat is weer een zuster van mijn vrouw. Ja, en zo is het gekomen eigenlijk een beetje. Ja, ik ken hem, want ik heb nog met het toneel gespeeld. Klopt. Ja, ze zat bij Hilder in het begin. Ja. En die staat dan opeens op het strand en je denkt, jeetje, wat een stuk. Ja, weet ik niet. Ja, dat dacht je. Ja. Ja. het is een nieuw... Ja, natuurlijk. Maar hoe moet ik dat zeggen? Op strand lopen natuurlijk een heleboel mooie, zo niet extra mooie vrouwen rond. Maar het moet ook wel bij jou passen. Je had er wel oog voor. Ja, dat zal toch wel? Ja. Maar goed, dan is het eerst een personeelslid en dan wordt er op een gegeven moment getrouwd. En dan zijn we een jaar later getrouwd in winter 81. Ja. En nog steeds bij elkaar. Heerlijk. En je hebt twee knappe dochters. Ja, twee hele mooie dochters. De Zandvoorters kennen in ieder geval één van de dochters goed van naam. Ja. Want als ik noem Bianca, dan zegt half Zandvoort, is dat niet die trimster, die hondenkapster, die ook bij het asiel af en toe advies geeft, is dat niet diezelfde die ook in het Huis en Duinenjaren gewerkt heeft als speciaal afdelingen? Een heel bijzondere vrouw is dat. Ja. En dan daarnaast nog is ze wel wat bekend van het zingen. Ja. Want ze heeft hier nog eens op het plein meegedaan. Dat ze zei van ja, ik wil een keer niet om een prijs te winnen, maar ik wil meedoen om Zandvoort... Ja, in Zandvoort te laten zien als Zandvoortse hoe ik kan zingen, zeg maar. Van wie heeft ze dat talent? Want jij kan niet zingen. Ik kan niet zingen, want ik was achter in de klas, durfde ik goed te zingen. Maar als ik op een gegeven moment dan, als de Van Wijk was dat op de lagere school... Ja. Die haalde me toen een keer naar voren, want die hoorde me galmen. Die dacht zo, die heeft een mooie stem. En toen was ik voor de klas natuurlijk en... Toen was het, dacht ik, dag. toen was ik helemaal verlegen en was het over met het zingen. Jij meldt je nog niet aan bij het Zandvoorts Mannenkoor? Nee. Oh. Maar in ieder geval, mijn dochter die kwam daar later achter toen ik een keer mee zat te zingen. Oh, nu weet ik van wie ik die stem heb. Hard. Ja, maar ook galmen en weet ik veel wat. En, ja. Ja, ik weet ook niet. Hey, vertel eens, je bent inmiddels ook opa geworden. Ja. Sinds 18 augustus. Van Debbie? Van Debbie, mijn oudste dochter. Ja. Ja, en die zitten nu in België op dit moment en in Turnhout. En te wachten tot ze in Nederland binnen mogen, want ze heeft een buitenlandse man getrouwd. Oftewel, net zoals, geloof ik, jouw zoon Anton met zijn vrouw dan in dit geval gedaan heeft. Nee, die kon hier naartoe komen en... Maar dan mocht hij zeg maar de eerste, weet ik voor het jaar niet werken. En dan wordt die man helemaal gek. En toen hebben ze dat zo via de zogenaamde België-route gedaan. En dan had hij binnen een maand had hij zijn werkvergunning. Dus die verwacht dus daar je... kon het wel en hier kan het. Dus die verwacht je binnenkort hier in Zandvoort? En die kan dan, als hij zijn Europese rechten heeft opgebouwd... dat is geloof ik al met 6 tot 9 maanden. Dan krijgt hij een visum van 5 jaar of een vergunning. Ja, dan kan hij eigenlijk al hier naartoe komen. Ja. Kost een hoop geld, hè, als opa? Ja, kind. Kan je wel zeggen. Toen ze klein waren, toen zei ik... Nou, ik kan 50.000 gulden voor ze vangen, zal ik ze niet verkopen. Maar ja, nu kosten ze intussen wel 1 miljoen per stuk natuurlijk. Ja. Maar je bent gezegend met een lieve vrouw. Ja. Met twee prachtige dochters, schoonzoons. Ja, en een kleinkind en gezond allemaal. Ja. We stoppen wat waard. Alles waard. Jij bent begonnen met het feit dat je een hele driftige speler was bij volleybal. Is dat er nou een beetje af? Of kan je het nog steeds driftig maken? Dat driftige is wel minder, maar weg is het nooit natuurlijk. Je kan je nog steeds opwinden over bepaalde zaken? Ja, sommige ja, tuurlijk. Ja. Nou ben je niet zo eentje die meteen een stuk gaat schrijven in de krant en dergelijke. Nee. Wat is er veranderd in jouw opinie over Zandvoort? Wij kennen Zandvoort van vroeger. En als je naar het Zandvoort van nu kijkt, dan kan jij je driftig maken. Ja, ik zie het steeds meer armoedig worden. Hè? En dat hoor ik ook van mensen. 20 jaar geleden waren er al mensen die zeiden... de Duitse gasten, die zeiden, was iets met Zandvoortloos.
Oftewel, toen bespeurde hun het al dat het aan het veranderen was. Maar ja, de laatste jaren is het natuurlijk heel erg. Slopen van gebouwen? Ja, en ja. Ik zie de zaken, de toeristen niet meer. Het zijn dagjes mensen. Nee. Mooi weer, die komen en ze gaan weg. Maar voor een week of een maand komen ze niet meer. Nee, zoiets. Ja. Nee, maar dat moet jou als Zandvoorter pijn doen. Ja, zeker. Ja. Dat interesseert me zeker heel sterk en dat doet me pijn. Ja. Ja. Maar ja. Wat doe je eraan? Ja, wat moet je eraan doen? Het begon met de wielklemmen, zeg ik altijd maar. Toen de toeristenbelasting. En dat is niet gemeente of de overheid een schop in hun rug te geven. Maar het verhaal van de logica, als je eenmaal een goede klant kwijt bent, dan krijg je hem niet zomaar meer terug. Hou even vast, we gaan even naar de muziek. Now everybody gets the blues now and then, and don't know what to do. I've had it happen many, many times to me, and so have you. But those days have gone and passed. I found out what to do at last. When I feel all in down and out, you will hear me shout. Hello Central, give me Dr. Jazz. Now he's got what I need, I'll say he has. When the world goes wrong and I've got the blues, he's the guy that makes me get out both my dancing shoes. He's the guy that gets me fixed. Hello Central, give me Dr. Jazz. Het was weer de perfecte muziek van de New Orleans Cinco Peters. En ik moet even kijken, maar ik weet het al. Dr. Jazz natuurlijk, met Burl Bryden. Daan, goede muziek heb je uitgezocht. Daan Leffers. Ja, goed hè? Ja, lekker. Heb ik ook een beetje samengesteld door Rob Harms en door Albert-Jan Vos, hoor. Heel goed. Lieve mensen, luisteraars, we zijn in gesprek met Henk Dorsman. Een uitermate interessante, echte Zandvoorter. Ik kan het niet genoeg benadrukken. En u weet allemaal, zijn vader en zijn opa, de Smit. Maar ik vind het verhaal van Henk Dorsman nog veel belangrijker. Ik weet dat jouw goede vriend Harry van Deurzen op dit moment zit te luisteren. Want die komt volgende week hier in de uitzending. Wil je nog iets meegeven aan Harry, Henk? Ja, ik moet sowieso de groetjes aan Harry doen. En de Zandvoorters in Heemstede. En ja. Vertel even wat over Harry. Wat kunnen we verwachten van Harry? De zoon van een drukker. Ja, maar die loopt uit. Ik verwacht wel wat anekdotes van Harry. Hij liep wel altijd door de duinen, ook met strikken. Ja. En zijn vader helemaal. Ja. Erg, hè? Ja, ik deze week. Ik dat heb alleen had ik dus nooit gedaan, hè? Ik heb deze week alleen mijn stropers in de uitzending.
Lekker hoor, die Zandvoorters. Ja. Goed, we waren eventjes bezig met het strand. Jouw vissen hebben we ook nog niet genoeg benadrukt. Jij loopt ook nog wel eens met een krootje door de zee. Of, ja, of met sleepnet. Sleepnet. Ja, met die jeep. Ja. Ja. Ja, dat is niet leuk met een jeep. Dat is een slachterij. Je hoort met een stok en een netje te lopen, een kro. En niet met een sigaretje in je mond achter het stuur van je jeepie te zitten. Lopen, dat is goed voor je. Dat ben ik ook met je eens, maar op een gegeven moment laat soms je conditie dat allemaal niet meer over. Nou, je conditie is nog goed. Nou. Je loopt niet zoals Vulsma. Vulsma, ja. Die stond stil, die granalen moesten in zijn netje zwemmen. Ja, die wachten, die zetten ze net tegen de stroom in. Ja. Maar heb je afgelopen jaar nog granalen gevist? Ja, en er waren er alleen niet zoveel, dus dat is heel beperkt geweest. Ja. Keer of 3-4. Maar je netje staat klaar om het najaar er weer in te gaan? Ja, altijd, ja. Jij gaat ook als echte Zandvoerter elke dag even naar de zee kijken, hè? Ja. Of die er nog wel is. Ja, absoluut. Gisteren was het een lekker windje, een goede bries. Ja. Leuke golven. Ja. En ze verwachten gisteren windkracht 8, dat is er eigenlijk niet echt geweest. Oftewel, er zou meer wind staan dan de dag ervoor. En dat weer is wat dat betreft gisteren alles meegevallen, ja. Henk, als we nu eens kijken, we hebben net gezegd, wat is het verschil met Zandvoort van 50 jaar geleden en nu? Je zei me net tijdens het plaatje, we hebben steeds meer wetten en regels en nog meer regels en nog meer regels gekregen. Je mag dit niet meer, je mag dat niet meer, je moet overal vergunningen voor hebben. Is het niet een beetje overtroffen allemaal? Overtrokken? Is het niet een beetje te veel geworden? Ik vind de regeltjes allemaal te veel en soms onnodig, want... Ik denk dat er genoeg mensen kijken hebben op Zandvoorters die wat leuks hebben. Of wat leuks doen op het strand. En daar of ze wel een vergunning of niet hebben daarvoor. Je zei me net dat je jouw vrouw hoorde een verhaal van een Duitse mevrouw die een bekeuring kreeg vanwege de hondje. Ja, die was toevallig op de hoge weg bij de politie. En op een gegeven moment, dat is alweer 10 jaar geleden, misschien 20 jaar. En die had een bekeuring voor het rondje gehad. En er was die, ik kom niemals wieder terug hier in Zandvoort. Ja, stel je voor, je zit hier een weekje of een paar dagen ben je hier op vakantie. Die ene bekeuring, die heeft zo'n indruk, laat die achter op jouw vakantie ook gelijk. Je komt ook niet meer terug. En probeer die mensen ooit maar weer eens terug te krijgen als klant in Zandvoort. Ja. En zo zijn er, denk ik, een heleboel mensen in Zandvoort weggejaagd. Ja, die krijg je nooit meer terug. En die krijg je heel moeilijk of nooit meer terug. Wat zou je er aan moeten doen? Poeh. Hoe kunnen we die mensen in Duitsland weer bereiken dat ze naar Zandvoort gaan? Want we hebben wel wat te bieden in Zandvoort. Absoluut. Zee, zon, mooie duinen. Ja. Konijntjes. Absoluut. We hebben damherten. Ja. Ja, dan loop jij wel eens door die duinen en dan zie je die damherten. Wat komt dan jouw gevoel van stropen weer naar boven? Nee, bij een damhert niet echt. Ik zou er wel eentje lusten, daar gaat het niet om. Maar niet omdat ik dieronvriendelijk ben. Ik ben juist heel gek op dieren. Stom genoeg als je terugkijkt in wat je allemaal uitgehaald hebt. Ik heb ook altijd honden gehad de laatste 30 jaar. En ja, wij zijn daar hartstikke gek mee. Ja. Maar we hebben wel erg veel damherten nu momenteel, ook buiten de duinen. Ja, ik denk dat ze toch een beetje af moeten romen. En dat moet een boer ook doen. Die kan ook geen op het laatst 10.000 koeien op een klein stukje land houden. Dus ja, en dan gaan die koeien op een gegeven moment die te oud worden of weet ik wat. Die worden uitgeschift en die worden dan opgegeten. Maar in ieder geval, dan heeft zo'n koe toch een mooi leven gehad. Ja. En die dient dan daarnaast nog eens een keer nuttig als voedsel. Henk, als we nu terugkijken naar jouw vader, je opa, de oude Zandvoorters. Je komt die oude Zandvoorters ook tegen. Wat staat je dan bij als die oude Zandvoorters beginnen te praten over je vader? Want die hebben hem nog meegemaakt. Ja, wat ik net zei. Ik denk in het verhaal van dat ze het een hele goede, fijne vent vonden. Ja. Een vakman? Een vakman. En niet alleen schoorsteenvegen? Nee,
Want daaruit, in de smederij werd een constructiewerk gedaan natuurlijk. Hij heeft pompen geslagen. Ja, laswerk. Ja. Een echte vakman. Ook sierwerk dus, heksierwerk. Ja. Maar ja, dat is tegenwoordig... wordt het allemaal, wat zal ik zeggen, in machinaal. De fabriek al gemaakt. Dus machinaal. Dus dat zou een veel te dure oplossing zijn als dat nu nog met de hand zou moeten gemaakt moeten worden. Maar een gedenkwaardige man. Ja, absoluut. Ja. Toch iemand om erg trots op te zijn. Ja. Ja, daar denk ik met plezier aan terug. Ja. En de rest van de familie? Je moeder? Daar hebben we eigenlijk nooit over gehad. Nee. Maar ja, de vrouwen in Zandvoort, denk ik in het algemeen, die staan nooit zo in de belangstelling. Je moeder was ook een echte Zandvoortse, ja. Maria Zwemmer. Nee, mijn moeder was een Keesman. Een Keesman. Mijn oma, de vrouw van Dorsman, dat was een zwemmer. Oké. Okay. Maar jouw moeder, een echte Zandvoortse? Ja. Het was een dochter van Keesman en die had een schildersbedrijf in de Jan Steenstraat. Op de hoek. Ja, ja. En die heeft ook veel verteld over het verleden van Zandvoort? Ja. Dat gebeurt in de loop der jaren, ja. Ja. Maar ja, dat is allemaal, dat is zoveel. Ik zou het niet op kunnen noemen, zo 1, 2, 3. Maar je hebt een mooie tijd in Zandvoort. Ik heb een mooie, hele avontuurlijke, fijne jeugd gehad in Zandvoort. Absoluut. Nog vrienden van toen? Ja, nog steeds. Noem maar eens een paar. Het worden er steeds wat minder natuurlijk, maar ja. Ja, we worden ouder. Ja. Maar wat waren je vaste vrienden? Mijn vaste vrienden? Ja, in de tijd van de Mulo-school natuurlijk vrienden van de Mulo. En die kom ik toen af en toe nog tegen. En een Hans Tump En nu zijn dat weer andere mensen intussen, omdat ik die weer wat vaker tegenkom. En dat kan zijn een collega wat een vriend is geworden op een gegeven moment. Zoals een Hans Molenaar, de vader van Robin van Club 10. Ja, Sjaak Overpelt, omdat hij weer aan de overkant bij mij zit. En dat ik hem zo in de loop der tijd, dat we elkaar beter hebben leren kennen. Ik ken hem dan al heel lang, maar... Nu heel anders. Ja, het is een handje vol. Ja, maar het wordt wel steeds minder. Ja. Dat merk je, we worden ouder daardoor. Absoluut. Maar je conditie is nog goed, je ziet er goed uit. Dank dus je. We gaan gewoon nog heel lang met elkaar door. Henk, we komen zo'n beetje aan het eind van het programma. Het was enorm interessant om dit verhaal van jou te horen. Ik denk dat Zandvoort ook genoten heeft van deze verhalen. En we kunnen ze natuurlijk altijd weer terugluisteren vanaf aanstaande dinsdag. Dan staat het op de radio bij Uitzending Gemist. En dan kan je ook terugluisteren in de komende 100 jaar. Want zo lang blijft het erop staan. Ik ben je buitengewoon erkentelijk. Volgende week, lieve luisteraars, dan hebben we hier Harry van Deurzen. Zijn vader was drukker. Het was een wegger, of zo gezegd een potteker. Nou, dat zullen we ook allemaal eventjes uithoren. Het was ook een stroper puur zang. Dus die verhalen die krijgen we straks. Een echte polleke. Dus die verhalen die horen we volgende week zaterdag in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Lieve luisteraars, ik wens u een heel fijn weekend. Ik bedank Daniel Levers voor de regie en de muziek. Graag gedaan. Daniel, was geweldig. Fijn je weer hier te hebben. Lieve luisteraars, fijn weekend.